Goedenavond. Welkom bij Zondag met Lubach. We beginnen met goed nieuws uit de violistiek. André Rieu hoeft geen boete te betalen vanwege kinderarbeid. André Rieu hoeft geen boete te betalen voor kinderarbeid. Nee, wat had hij dan gedaan? In 2015 zou hij Roemeense kinderen die panfluit speelden te lang hebben laten werken. Oh. Hoe gaat zoiets? Wat is dat? Maar wij kunnen niet meer, meneer Rio. Doorvloeten! Oké. Maar nu dus definitief geen boete voor kinderarbeid. En Rieu heeft het die middag dan ook flink gevierd. Ja, André Rieu was dus in een feestelijke stemming. Dus wij zijn maar even gaan vragen wat zijn manager van de berichten over kinderarbeid vond. Hoe gaat meneer Rieu voorkomen dat dit in de toekomst weer kan gebeuren? Sorry, geen commentaar. Oké. Vond je dit geen leuk filmpje? Klik dan hier. Vond je het wel leuk? Abonneer je dan de moeder. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.